De hoofdklasse van voetbalclub ONS Sneek speelt op 31 oktober een thuiswedstrijd tegen Ajax. Beide teams strijden in de derde ronde om de KNVB-beker. ONS Sneek speelt tegen Ajax omdat ze vorige maand Excelsior uitschakelden. Dat een amateurclub het zo ver weet te schoppen, komt niet vaak voor. De wedstrijd tegen Ajax is dan ook onverwacht. Verwacht eigenlijk niet. Hopen natuurlijk altijd. Het is altijd leuk als je zo'n club als Ajax loopt natuurlijk. Dus we hadden met z'n allen hadden we hierop gehoopt. Natuurlijk Ajax. Dat is de mooiste club die ik kan loten, denk ik, voor de KNVB-beker. Nee, ik had het niet verwacht. Maar als er dan Ajax uit de koker komt, dan is het natuurlijk wel leuk. Dus ja, het ziet wel gewoon aan de club dat iedereen er wel mee bezig is. Maar we moeten maar zien wat het wordt. Voor ONS Sneek is het een grote wedstrijd. Veel mensen doen hun best om kaartjes te bemachtigen om de wedstrijd bij te kunnen wonen. Nou, ik denk dat het voornamelijk heel erg druk gaat worden. De wedstrijd, dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar ik denk dat wel iedereen die voetballiefhebber is hier in de regio, dat die gaat proberen om een kaartje te krijgen en dat die hierheen gaan komen. Dus het zal een groot voetbalfeest worden. Hoeveel mensen verwachten jullie? Nou ja, het is een beetje afhankelijk van in hoeverre de brandweer en de burgemeester mee willen werken. Maar ik geloof dat het bestuur inzet op maximaal 8000 mensen. Met bijna 8000 mensen die komen kijken naar de wedstrijd, worden er records gebroken voor de club. Dit betekent dan ook flink aanpoten om alles op orde te krijgen voor de grote dag. Ze hebben mensen die capabel zijn, hebben ze daarvoor ingehuurd. Ook binnen ONS, maar ook extern. Die gewoon de dingen regelen met de burgemeester, met brandweer, met alles. Qua regelgeving, in verband met eventueel het plaatsen van een noodtribune. Zodat we extra mensen kunnen bergen. Ja, daar zijn mensen heel druk mee bezig. En dat wordt samen gecoördineerd met de kantinecommissie, met het bestuur en met de externe mensen. Of de club nou wint of verliest van Ajax is voor veel mensen geen punt. Het feit dat de voetbalclub uit Sneek tegen Ajax speelt, vinden de supporters al een overwinning. We hebben de tent allemaal klaarstaan, dus de planning zijn dat ook al verliezen, dan is het feest natuurlijk ook wel. Maar ook onze stamkroeg gaat open, dus daar hebben we de nabeschouwing allemaal nog. En gaan we winnen tegen Ajax? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Volgens mij is het heel lang geleden dat een amateurclub van een eredivisieploeg heeft gewonnen in de beker. Maar ja, we moeten het gewoon afwachten. Kijk, je moet eigenlijk hopen dat Ajax een hele slechte dag heeft en dat zij hier naartoe komen zo van, nou, dat klusje gaan we wel even klaren. En dat wij een fantastische dag hebben en dan kun je een bekeravond krijgen dat je misschien de rust kunt halen met een 0-0 stand. Kijk, Ajax op papier natuurlijk, hè, dat is moeilijk om van te winnen. Maar ja, beker is altijd lastig, er kan altijd een stunt uitkomen. Maar ik denk dat Ajax wel wat meer kwaliteit heeft dan ons, maar we hopen het beste gewoon. Ik denk dat sowieso iedereen 100% of 120% moet geven. En dan zien we wel waar het schip staat, denk ik. Ik denk niet dat je daar voortijdig iets over kan zeggen, want je bent sowieso niet favoriet, zeg maar, in die wedstrijd.